Ieder kind is opgegroeid met Disney. Hun films zijn supermooi gemaakt en de verhalen zijn kindvriendelijk. Tenminste, dat zou je denken. Om meekijkende ouders ook te laten lachen, zitten er bijvoorbeeld veel vieze grapjes in de films verwerkt. In deze video kom je erachter welke dat zijn. Onze eerdere Disney-video ging over de top 10 Disney-geheimen. Deze video haalde ruim 200.000 weergaven en 4.000 likes. Het lijkt ons wel leuk om dat met deze video te verbreken. Dus ram op dat like-knopje en dan begin ik met het onthullen van Disney's verborgen boodschappen in films zoals Toy Story. Nummer 10. Frozen. We beginnen met een lekkere recente film. Frozen. Dit is een van Disney's populairste films ooit. Enkele oplettende kijkers spotten alleen wel een bijzonder karakter in de film. Namelijk Mickey Mouse. Een van de manieren hoe Disney hun films eigen maakt is door hun hoofdpersonages in allerlei films te laten terugkeren. Zo kun je aan de film zelf al zien wie hem gemaakt heeft. Daarnaast maken ze kijkers zo onbewust bekend met de Disney-wereld. Alleen bij Frozen moest je wel heel goed opletten. In deze dansscène zie je namelijk heel onopvallend een weggestopte pop in een kast staan. De pop wordt in meerdere shots voor enkele seconden in beeld gebracht. Heb jij hem toevallig al gespot? Nummer 9. Bambi. Ik zei net toch ook dat er vieze grapjes in Disney-films worden verwerkt? Nou, dit is er één van. In de iets wat oude film Bambi wordt het stinkdier opgewonden van een kusje. Dat hij opgewonden is kun je zien aan zijn gezichtsuitdrukking, maar ook aan iets anders. Voor mannen weet je waarschijnlijk wel wat er gebeurt als je opgewonden bent. Dan wordt het bloed naar de belangrijke delen gestuurd. En daardoor staat alles net wat rechter overeind. Voel je hem al aankomen? In de scène van Bambi gaan niet de belangrijke delen van het stinkdier omhoog staan, maar het hele stinkdier zelf. Als kind zul je dit nooit opgemerkt hebben, maar als ouder zul je er stiekem wel om hebben gelachen. Nummer 8. Beauty and the Beast. Als kind geniet je van Disney-films, maar tegelijkertijd leer je er ook iets van. Iets waar Disney heel goed in is, is kinderen te leren hoe je met andere mensen omgaat. Maar wat we nog niet wisten, is dat Disney kinderen ook op cultureel gebied opvoedt. In Beauty and the Beast zie je namelijk een van 's werelds bekendste kunstwerken terug. Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer, een Nederlandse kunstenaar. In deze scène zie je het schilderij hangen achter pendule. Weliswaar niet heel duidelijk, maar als je het eenmaal weet, kun je er niet meer omheen. Maar ja, wat zouden de filmmakers hiermee bedoelen? Nummer 7. Hocus Pocus. De volgende uit de lijst is Hocus Pocus. Een Disney-film uit het jaar 1993. De film gaat over drie heksen die de levenskracht uit een jong meisje proberen te halen. In deze zoektocht komt de volgende scène langs. De heksen willen met de bus reizen. Wanneer ze de bus instappen, zegt de chauffeur het volgende. Met deze bus breng ik jullie naar de dromen waarnaar jullie verlangen. De chauffeur doelt hiermee natuurlijk op een locatie, maar de heksen vatten het anders op. Zij antwoorden volmondig kinderen, omdat ze kinderen nodig hebben voor hun levenskracht. De buschauffeur denkt 1 plus 1 is 2 en vat hun opmerking weer op alsof de dames kinderen willen met hem. Door het uiterlijk van de heksen antwoordt de chauffeur het volgende. Ik heb misschien een paar pogingen nodig, maar is goed joh. Snap je hem? De buschauffeur zegt op een heel harde manier dat hij de heksen lelijk vindt. Nummer 6. Big Hero 6. Bij nummer 10 vertelde ik je dat Mickey Mouse terugkwam in Frozen en dat is opvallend, maar deze overtreft hem. In de film Big Hero 6 komt namelijk het karakter Hans terug uit Frozen. Maar wat hier zo bijzonder aan is, Hans staat niet in een boekenkast of zo, maar hij hangt aan het prikbord van de politie. Zijn hoofd staat groot geprint op een A4'tje met daarboven gezocht. Het lijkt er daarom op dat Disney een stille hint geeft naar een film die ze in de toekomst uit zullen brengen. Zou Hans opgepakt worden of blijft hij voortvluchtig? De toekomst zal het uitwijzen. Nummer 5. Toy Story. Bij het zien van dit plaatje, wat denk je dan? Een hengel op vrouwenbenen? Ja, dat is inderdaad wat je ziet, maar hierachter schuilt een andere betekenis. Deze scène is afkomstig uit de film Toy Story. Een film waarin speelgoed tot leven komt. Dit stuk speelgoed komt mij niet bekend voor, maar als je de betekenis in het Engels bekijkt, wordt duidelijk wat de makers bedoelen. De hengel heeft namelijk een haak, wat in het Engels hook is. Verder hebben de benen een sexy uitstraling. Breng je deze dingen samen, dan kom je erachter dat dit stuk speelgoed een hooker is. Het Engelse woord voor hoer.
Disney is dus toch niet zo kindvriendelijk als het af en toe lijkt. Nummer 4. The Little Mermaid. Ook in deze film worden er meerdere klassieke Disney-karakters in beeld gebracht. The Little Mermaid speelt zich grotendeels onder water af. Toch komen er personages voor die eigenlijk boven water horen te leven. In deze scène zie je heel onopvallend Goofy, Donald Duck en Mickey Mouse terugkomen. In een ander shot van de scène zie je ook nog eens Kermit de Kikker. Met name Kermit was heel moeilijk te spotten. Hij was zo klein getekend dat kijkers hem pas ontdekten toen de film op Blu-ray uitkwam. Oog voor detail noemen we dat. Nummer 3. Toy Story 2. Je weet nu al dat er een hoeker in deze filmreeks zit verborgen, maar er is nog een doordenkertje. Je kunt hem vergelijken met het stinkdier uit Bambi. In deze scène helpt Jessie met het openen van de deur. Ze doet dit op spectaculaire wijze en maakt behoorlijk indruk op Buzz. Buzz had een oogje op Jessie en dat wordt direct daarna bevestigd. Om dat te laten zien klappen de vleugels van Buzz uit. En deze vorm van opwinding kun je natuurlijk weer herleiden naar de mens. Nummer 2. Ratatouille. Praten met iemand waarop je verliefd bent is een stuk spannender dan met een random persoon. Die situatie wordt perfect nagespeeld in Ratatouille. Wanneer Linguini wil uitleggen waarom hij zo goed kan koken, probeert hij uit te leggen dat hij een klein hulpje heeft. Hij zegt dit alleen wat ongelukkig en blijft hangen wanneer hij zegt: ik heb een kleine... Ja, Colette snapt er niks van en denkt dat hij iets kleins tussen zijn benen heeft. In haar moment van twijfel zie je er dan ook ongemakkelijk naar beneden kijken. Ai, dat is pijnlijk. Nummer 1. Frozen. Deze is te vergelijken met nummer 2. Opnieuw wordt er in een Disney-film gehint naar de grootte van een man zijn edele delen. Deze keer in de film Frozen. In de desbetreffende scène zitten Kristoff en Anna naast elkaar. Kristoff stelt allerlei vragen over Anna haar crush. Dingen zoals: wat is zijn achternaam? Wat is zijn favoriete eten? Wat is zijn oogkleur? En dan vraagt Kristoff: wat is zijn schoenmaat? Anna reageert bondig: schoenmaat maakt niet uit. Snap je hem nog niet? Als je de teksten in het Engels bekijkt, hebben ze het over foot size. En die benaming wordt ook voor iets anders gebruikt dan je schoenmaat. Maar Anna gaat voor ware liefde en geeft hier niks om, blijkt maar weer. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!